Ja, vrienden, zit ik weer voor de tv. Ja, en weer met de de spanning in mijn lijf en alles. Ja, maar dan gaan we weer. Weer zo'n play-off en weer zo'n beslissende wedstrijd. En nu is het dan met NAC. Want jullie weten het, ik heb het gezegd. Helemaal aan het begin van de keukenkampioen-divisie. Mijn favoriete ploegen. Toen heb ik gezegd, van mij mogen promoveren. Cambuur heb ik gezegd. De Graafschap, nou die gaat dus niet door, die hebben het vergooid. Nou, toen heb ik gezegd, of Go Ahead Eagles, nou die hebben het wel gehaald. Of NAC. En dat zijn mijn favoriete ploegen in de keukendivisie. En nou, ja, nu lijkt NAC, ja, die lijken het ook weg te gooien. Want er staat nu, er staat 2-1 achter. En er is nog, kijk maar, nog maar een paar minuten te spelen. En die NEC, NEC moet ik natuurlijk zeggen, want alles valt heel Nijmegen over mij heen. En NEC, die hebben vlak net gescoord. 2-1, dus we hebben nog een paar minuten NAC. En NAC kan bijna, en dat is namelijk, die kunnen bijna, de Eredivisie hadden ze in handen. Die konden ze ruiken gewoon. En dan geef je het, het is nog 2 minuten te gaan. Jongen, wat een spanning. Ze konden die Eredivisie ruiken. En die geven het dan misschien toch nog net in die laatste minuten. Als er een verlenging gekomen. En dan weet je nooit hoe het afloopt. Ja, en hij wordt er natuurlijk helemaal niet goed van. Onze trainer van NAC. Nou goed, dan gaan we dan. Stijn, Ho en Van Hooijdonk. Ja, die wil een penalty. Ja, die krijgt hij natuurlijk niet. Maurice Stijn, ja, die wordt hier natuurlijk helemaal niet goed van. Kijk, hier, en daar zit hij. Hier, is dat even wat? Vlak voor het einde krijg je die, en die supporters van NAC. En die kennen ze, die van NAC, die supporters van NAC. Die zijn zo begaan met die club. En die verlangen gewoon dolgraag weer terug naar dat avondje NAC in de Eredivisie. En die willen niet anders. En eigenlijk hadden ze hier niet meer op gerekend dit seizoen. En toch kregen ze dit toch ineens in de schoot geworpen. Deze play-off wedstrijden. En jongen, nog 1 minuut. Nog 1 minuut heeft NAC om een verlenging eruit te gooien. En om in door te komen, eventueel nog. Maar dan moet het wel nu zo'n beetje gaan gebeuren. En anders is het NEC. Maar ja, NAC, ik ben voor NAC. Ja, ik moet eerlijk, ik ben gewoon voor NAC. En ja, kijk hier die trainer van NEC. Ja, die denkt, het is bijna klaar. En dat is het natuurlijk ook. Oh, die mensen van NAC, die gaan echt dwars door de grond. Die hebben een verschrikkelijke tijd nu, als dit niet goed afloopt. Want dan moeten ze nog een jaar door in de keukendivisie. En ze willen zo graag terug naar die Eredivisie. Jongens, nog 10 seconden, dan moet het wel nu gebeuren. Dan moet hij nu komen. Nu. Dan komt hij. Ingooi. En dan moet hij... en die bal, ja, die bal lellen ze natuurlijk weer weg. En dat gaat niet goed aflopen, jongens. Dit gaat niet goed aflopen. Hier, bal is helemaal terug. Wat doet Kuipers? Kuipers laat nog even doorgaan. Nou, dan heeft NAC nog 1 kans. Dan moet hij nu gelijk voor de pot. Hij moet nu ervoor komen. En heel gauw. Nu, voor het doel. Komt hij? Oh nee. Breda, dit gaat niet goed aflopen. En dat loopt dan... Ja. Nou, ik heb echt... Jongens, in Breda. Ja. Wat moet ik tegen jullie zeggen? Uithuilen. En volgend jaar... Gewoon opnieuw proberen. Want jullie komen ooit echt terug in de Eredivisie. Maar het mocht niet zo zijn.